Hey, en waar ga je voor spelen zometeen? Voor de Europa Run. En wat doen zij? De Europa Run is een stichting dat zet zich in voor de kwaliteit van het leven van voor mensen met kanker. Of kanker gehad hebben. En dus ja, wat anders dan je richt op onderzoek naar medicijn of naar behandeling, zeg maar. En dat vind ik wel mooi. Ja, en zij doen ook zo'n soort estafetteloop ieder jaar, organiseren zij toch? Ja, dus een estafetteloop van Parijs naar Rotterdam. Of van Hamburg naar Rotterdam. Ja, en is er al iets bekend over de editie van dit jaar? Dat kan waarschijnlijk niet doorgaan, of wel? Ja, dat is altijd tijdens het Pinksterweekend. Dus ja, dat is niet doorgegaan. Ja. Maar goed, ja, centjes kunnen ze wel gebruiken. We gaan spelen. Ja. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp! Ik zal sowieso nog even laten horen wat er in zit. Tenminste, het geluid dan. In de grote rode bal hier. Kan je het goed horen? Dit is als ik het een beetje omhoog doe zo. Dan hoor je het vallen in de bal. En je hebt nog één vraag, het goed. Een vraag die je met ja of nee kunt beantwoorden. Wat wil je weten? Oh, sorry. Scott, ik had je even dichtstaan. Kan je dat herhalen? Oh. Is het voorwerp vierkant? Is het voorwerp vierkant wat in de bal zit? Het is niet vierkant. Oh. Ja. Ja. Dat is gewoon met nee te beantwoorden. Ik wil nu van jou weten, jouw gokje, wat zit er in de bal van het goede doelpunt? 100 euro kun je ermee verdienen als je het goed hebt voor jouw goede doel. Een muis voor de computer. Een muis voor de computer? Ja. Even luisteren. Ja, ik snap jou wel. Het is niet goed. Kans was natuurlijk ook heel klein, want je bent de allereerste kandidaat.